Een WKO-systeem voor een onderhoudsprofessional betekent dat hij te maken krijgt met een op zichzelf een best een complexe techniek, waarbij heel veel vakdisciplines samenkomen, waarvan het ook eigenlijk best wel lastig is om helemaal te begrijpen wat dat voor een installatie is. Als je een goed werkende WKO-installatie wilt hebben, dan wordt dat steeds specialistischer werk. Als een onderhoudsprofessional met een WKO-installatie te maken heeft, wordt hij zeker specialistischer. Vaak hebben deze mensen een achtergrond op het gebied van werktuigbouw of energietechniek. En een WKO of een bodemenergiesysteem koppelt daar een ondergrondfactor aan toe. Dus hij zal ook dingen gaan leren over de ondergrond. Een nieuwe stakeholder waar hij zeker mee te maken krijgt is het bevoegd gezag, in deze de provincie. Vaak heb je een milieuvergunning en dat is toch wat anders dan een waterwetvergunning, waar op een andere manier gehandhaafd wordt en die zal hij zeker mee om moeten leren gaan. Ik vind dat wij als eindgebruiker, zowel vanuit het onderhoud als vanuit het bodemgebruik, zoveel mogelijk samen moeten werken om een zo goed mogelijke prestatie te halen. Die bestaat dan uit dat we zo duurzaam mogelijk met zo weinig energieverbruik een comfortabel binnencomfort in de gebouwen moeten willen realiseren. En daar is de samenwerking tussen al deze stichtingen en platformen een goed middel voor. De samenwerking die heeft gewoon meer waarde.